Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926. Ja, ik ga even naar deze kant. Naar Frans. Frans, ja, we hebben wat avonturen onder de grond beleefd, hè? Inderdaad, dat waren vaak avonturen. En dat zal het ook wel blijven, want er is nog zoveel te zien onder de grond. Hoogtepunten daarvan was, voor mijn gevoel, die grote ontdekking van die schitterende fresco's van Joep Nicolaas. Dat is door niemand nog gekend, door een aantal mensen wel, maar door de bescherming. Ook voor het water en alles was dat mooi afgesloten. En wij hebben de eer gehad om dat op een hele mooie manier uitgelegd te krijgen door Judith Simmerswaan en natuurlijk door meneer Pastoor Krasboom van Zwalmen. Het gaat over het Rozenkerkje. Het Rozenkerkje en de crypte van het Rozenkerkje, ja, was fantastisch versierd. Niet alleen met prachtige, zeer jeugdige Joep Nicolaas, die daar in 1925 hele mooie ramen gemaakt heeft. Zijn vrouw heeft daar ook aan meegewerkt. Aan een mooie kruis en nog een aantal andere kunstzinnige uitingen. Maar de beschilderingen van die oude crypte, later nieuw gemaakt door Kuipers, die beschilderingen, die waren zeer de moeite waard. Ja. Ja. Ja, wat me bij mij een bijzondere indruk heeft achtergelaten, dat is, zijn de kelders onder waar nu een mooie nieuwe flat staan of huizen staan. Ja, dat was ontzettend interessant. Ja, absoluut. Ja, het is ook jammer dat dat afgedekt is nu met huizen. Maar ja, we moeten er eigenlijk van uitgaan, Rob, dat Roermond met twee keer een hele grote stadsbrand, eigenlijk het echte Roermond, het oude Roermond van voor 1554, dat zit er nog allemaal. Dat heeft heel veel historie, heel veel te vertellen. En dat kwamen we daar ook tegen. Ja, zeker. En dan heb je nog een kelder, dat zul je nog wel weten, met die twee niveaus. Ja. Bij de Begarde. Dat was een uniek gebeuren. Ja, ontzettend. En daar had je dus inderdaad ook weer het verhaal van de vroege middeleeuwen. Hè, toen wij eigenlijk begonnen op te komen, toen de Hanzestad begon te bloeien. Die prachtige wijnkelders. We hebben over de wijn nog het een en ander in de pet erop, dus ja, nee, we moeten niet te veel verklappen. Jammer. Maar waar het om gaat is dat er heel veel kelders zijn en ook gewoon bij particulieren. Ja. Wat mij ook bij is gebleven, dat het pand in de Brugstraat zo verschrikkelijk mooi is opgeknapt. Zo supermooi. Dus Dan Derks, die Joodse slager die daar ronde pekelkommen had. En die Den die heeft dat zo mooi opgeknapt. Ook die plafonds, alles wat hij gemaakt heeft. Ja. Die heeft wel oog voor het herstellen van bepaalde panden in de stad. Ja, we moeten niet vergeten, zijn we ook in geweest. Dat was de eerste kathedraal van Roermond, hè, op de hoek van de Heilige Geeststraat eigenlijk. Hè. En daar kwam je inderdaad nog grafstenen tegen van bisschoppen die daar gelegen hebben. En je had er zelfs, ze hebben nog gezocht naar een paar beenderen. En dat heeft ook die Den eigenhandig helemaal uitgegraven. Die kelder is emmertje voor emmertje, hè? Ja. Emmertje voor emmertje. En ja, is onvoorstelbaar. En toen kwamen we dus bij de fundamenten van ja, van de Brugstraat. Nee, ik bedoel, we kwamen uit bij de fundamenten van de Carmelitessen, hè? De eerste Carmelitessen, een hele belangrijke rol hebben die gehad in het Habsburgse gebeuren, wat hier in Roermond dus heel sterk was. Vanuit Brussel werden ze hier naartoe gevoerd. En er zijn nog in die hele mooie huizen nog altijd een aantal kelders zo gebleven. Ja. Die was in verbinding met een kapel, een kerk die daar gestaan heeft. Het kon eigenlijk niet op. De geschiedenis die kwam helemaal weer naar boven. En wat ik denk ik ook wel, dat zeggen de kijkcijfers dan ook wel, wat helemaal onbekend is. Dat is zo verrassend voor heel veel mensen. Het is niet alleen een kelder, daar zit zo'n groot verhaal achter. 1554 was de eerste grote brand. 1665 was de tweede grote brand. En die tweede die heeft ervoor gezorgd dat met de hulp van alle steden van Gelre die stad opnieuw opgebouwd is. Dus ze hebben prachtige gebouwen van na 1665. Stenen trappen, het bisschoppelijk paleis.
Het Paradies, zeg maar, het Prinsenhof. Noem er zo nog maar een paar. Dat waren allemaal gebouwen waar dat nog op staat, 1665. En die kelders die daaronder zijn, zijn ook zo oud of nog ouder. Meestal ouder. Ja, meestal ouder. Nou Frans, we gaan dit jaar weer verder. Ja. Daarvoor hebben wij, en dat is voor de kijkers van MH5, daarvoor hebben we een hele serie, die loopt nu bij de lokale omroep. Kijk omhoog. En dat waren natuurlijk helemaal juweeltjes. Ja. Dat was eigenlijk meer gericht op de grootte van Roermond en in dit geval de grote architectuur. En onze Dupont heeft zo'n mooi gezicht gegeven aan onze stad. En we hebben dus natuurlijk, om niet te vergeten, de Amsterdamse school is geboren in Roermond. Onze achterkleinzoon van Peer Kuipers, wethouder voorheen in Bemmel. Die zeggen altijd, Frans, de Amsterdamse school is in Roermond ontstaan. Is ook te zien. En daar heeft hij waarschijnlijk nog gelijk in ook. Hè? Want Eduard Kuipers, waar we dus dat prachtige huis Ernst Casimir van hebben. Dat was eigenlijk de vader van al die architecten die dus die simpele stijl vanaf 1930 hebben opgevoerd. En die hier in Roermond ook terug te zien is. Ja, daar hebben we ook. Hebben wij even binnen mogen kijken en ook even erin en eronder. Ja. En dat is op dit moment een rusthuis voor mensen die geriatrische problemen hebben. Ja, precies. Dus dat was ook heel bijzonder dat we daar even toegelaten werden. Ja, de grote gebouwen, de mooie gebouwen. Ik krijg er zo eventjes één in mijn visioen. Dat is natuurlijk die rococo-gevel die daar aan de markt staat bij de Kraampoort. Het is het geboortehuis van Henry Luyten. Dat is een van de zaken die we nog niet gehad hebben. De mooiste kelders van Roermond zitten eronder. En even geschiedenis, dat wil je niet geloven. Henry Luyten, dus een van de grootste schilders die er ooit waren, afkomstig uit Roermond. Dat gaan we uitgraven. Ik ga weer heel veel bestuderen. Dat was een tipje van de sluier. Ja, Dirk, even naar onze wethouder. Dirk, als je dit zo allemaal hoort, dit is toch een stukje city promotion? Ja, geweldig. Als ik net hoor, al het goede in Nederland komt uit Zwalmen of Roermond, heb ik vandaag ja, op. Ja. Dus dat is heel bijzonder. Ja. Of het nou over een hedendaags item gaat of over een item met historie. Ik moet zeggen, in de eerste maanden dat ik wethouder mag zijn, op heel veel plaatsen en met veel gelegenheden ergens mogen komen. Maar ik ben heel erg onder de indruk van, niet dat ik dat nog niet wist natuurlijk, maar je hoort in zo'n positie toch wel eens wat meer. Heel erg enthousiast ook hoe mensen daarover mee bezig zijn en wat je hier ook hoort bij de heren. En daarmee ook terecht, en dan sluit ik aan bij jouw vraag, dat is allemaal city promotie. Het is allemaal stadspromotie moet ik zeggen, niet te veel Engels. Het is allemaal goed voor de stad Roermond en dat mogen we meer uitdragen, wat mij betreft nog meer. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bijstoks. Roermond, Maasbracht en Heerlen.